Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal en vandaag een Skyrim video, want ik heb eindelijk Skyrim gedownload op mijn PC en ik heb er echt een dozijn aan mods op gegooid, misschien wel meer dan een dozijn, ongeveer rond de 30 mods. En als je afvraagt waarom mijn poppetje nou zo onduidelijk is en de rest heel duidelijk, nou dat is omdat ik een speciale cinematic filter erop heb gegooid. Dus zo ziet dus hoe ik eruit zie. Ja, zo is lekker heel erg goed ingezoomd. Dus ja, dat is een heel knap meisje in de hentai. En er is een aantal mods die ik erop heb gegooid. Dus dat ik helemaal geen kleren aan kan doen. Maar dat ga ik dus niet doen. Want dat is wel een beetje heel erg pervers. Maar dat hoort dus een beetje bij die graphics mod. Dus dat moest ik doen. Maar wat ik me dus wou afvragen is, er is nu een nieuwe uitbreiding uit voor de Skyrim mods. En dat is speciaal voor de PC, dus echt alleen maar die de mods gebruiken, die kunnen die uitbreiding doen. Dus dat is echt gewoon puur door de community gemaakt. En ik kon dus vragen of jullie die misschien wilden zien, dat ik daar een playthrough van maak. Dan kon ik voortaan 2 video's per dag gaan doen. Dus dan iedere dag een Battle of Ketoni video en een Skyrim playthrough video. Dus als jullie dat willen zien, dan moet je dat eventjes in de reacties achterlaten. Dit is trouwens ook een van die mods, dat is gewoon een heel nieuwe interface van je inventory. Maar een van de andere mods is dus een broom. Dat betekent dus dat je met ieder mogelijk wapen, of ieder mogelijk item, kan je een wapen maken. Dus ja, ik heb nu lekker een bezemstil. De bezemstil des doods. Dus wij gaan hier even een paar mensen in elkaar mappen. Want dit was eigenlijk gewoon een korte video om te vragen of jullie dus die uitbreiding willen zien. Het heet trouwens de Falskar DLC. Dus dan weten jullie dat ook er. En we gaan die mensen gewoon in elkaar mappen met onze bezemstil. Het is net alsof we Harry Potter zijn. Alleen dan een vrouw. En ik heet trouwens Korra. Dat is lekker van The Legend of Korra. Wat dan van Avatar, want ik vind die kale gastjes gewoon veel te grappig. Maar als jullie dat willen zien van die Falskar DLC, dan laat eens een reacties achter. En dan hebben jullie voortaan 2 video's per dag in plaats van 1. En dan ga ik hier ondertussen helemaal dood omdat ik maar level 3 ben. Maar dan tot de volgende keer. En zoals we het op zijn Brabant zeggen, bezemstil. Onverwachte outro twist.